Een grote puinhoop op de snelwegen door boerenacties en bedreigingen aan het adres van de opruimers. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen, burgemeester Tanja Hazeloop en boer Dolf reageren. En Victoria Koblenko over de bijzondere fotoshoot van presidentskoppel Zelensky. En gaat de oververhitte woningmarkt eindelijk een klein beetje afkoelen? Ik bespreek het met econoom Niek Vrieselaar en makelaar Marie Sterk. En wat zijn de plannen van celmeisje en inmiddels celvrouw Laura Dekker? En Bert van Leeuwen over het oplossen van de grootste ruzies in 22 seizoenen van het familiediner. Goedenavond. Gisteravond zat hij nog hier aan tafel, Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. Vandaag vloog hij met een privéjet geflankeerd door F-16's naar zijn thuisland Denemarken om in Kopenhagen door duizenden mensen te worden gehuldigd.